Afgelopen week ging de film De Collega's 2.0 in première. En als je aan De Collega's denkt, aan wie denk jij dan zo allemaal? Jomme Doks. Jomme Doks, ja. Mirai Manchon. Van Verastenhoven. Ah ja, 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 oké. Van vroeger. Ja, en Madame Arabelle, die de koffie kwam. Ja, ja. Ja, die de koffie kwam brengen, inderdaad. En de rol van de dactylo, Caroline, die was voor Nora Tilly. Nu, Nora kreeg in april de verschrikkelijke diagnose van ALS. Ik ben haar gaan opzoeken en ik vroeg haar of ze vaak ongelukkig is. Ongelukkig? Nee. Wel verdriet. Dat wel. Dat is bij momenten, maar meestal is dat samen met mijn kinderen of samen met mijn echtgenoot of samen met iemand die mij heel nauw aan het hart ligt en die dan, ja, die het er heel moeilijk mee hebben soms ook. Soms zijn het momenten dat ik zelf een nieuwe beperking onder de ogen moet zien en zeggen van voilà, weer een aanpassing. Mm-hmm. En dat kan soms verdriet meebrengen, maar ik heb nogal veel knoppen geïnstalleerd die omdraaien. Dus huilen vermijd ik, want daar word ik heel moe van. Mm-hmm. En dat zet alles op in het negatieve. Maar verdriet kan heel mooi zijn ook. Negatief verdriet en is positief verdriet. Helend kan het zijn. Het kan helend zijn en dat is ook de bedoeling. Dan Nora, die neemt ons straks mee naar een plek waar ze een emotionele band mee heeft. Dat doet ze trouwens de hele week hier bij de Madame. Je hoorde het net al, hè. Ik had onlangs de eer om een geweldige madame te ontmoeten. Nora Tilly, ofwel Caroline uit De Collega's. Ze kreeg in het voorjaar de diagnose van ALS. En ze neemt ons deze week mee naar een plek waar ze een bijzondere band mee heeft. Een plek waar ze jarenlang ging pottenbakken. We zijn in de Lazaruskapel in Reims. Hier staan heel veel potjes, heel veel kleuren ook. Zijn er potjes van jou bij hier? Ik moet kijken, hè. Nee, die staan allemaal bij mij thuis. Want nu, de potjes die er nu staan, worden gemaakt voor de actie De Warmste Kom, hè, voor de warmste week. Ten voordele van de ALS-liga. En ja, ik kan niet meer draaien, dus ik kan jammer genoeg geen eigen potjes erbij zetten om mee te verkopen. Want hoe gaat het nu met jou? Dat is een heel dubbele vraag. Aan de ene kant heel goed, mentaal heel goed. Fysiek gaat het monster heel erg tekeer. Dus momenteel stappen is er al lang niet meer bij. Ik kon nog een klein beetje stappen met de rollator, maar dat gaat zelfs nu ook niet meer. Aanvankelijk alleen mijn linkerarm liet het afweten. Maar nu ook mijn rechterarm. En nu is mijn rechterarm slechter dan mijn linkerarm. En mijn linkerhand is slechter dan mijn rechterhand. Dus mijn twee armen zijn heel complementair op het moment. Dus hetgeen dat de ene niet kan, doet de andere dan wel. Min of meer. Want wat voel jij dan precies? Onmacht. Dus mijn arm, als ik wil een glas naar boven heffen, of gewoon mijn arm wil heffen, dat gaat niet, die valt gewoon terug. En ja, de kracht, de spieren verdwijnen. Dus alles hebt weg. Wat ik nog heb van kracht. Ja, gaat stilaan weg. Ook, het is ook hoorbaar in mijn stem. Hè, dus mijn stem heeft niet meer dezelfde kracht. Nu, vandaag gaat het goed. Ik vind ook. Het lukt mij ongelooflijk. Hè. Ik ben daar geweldig blij dat ik het nu allemaal zo kan uitleggen. Ja. Maar er zijn dagen dat het is altijd moeilijk. Hè. Het is enorm vermoeid. Ik moet er mij op concentreren. Alles wat ik doe is vraagt enorm veel inspanning. Maar aan de andere kant, ik noem het eigenlijk mijn emballage cadeau die afbrokkelt. Wat bedoel je? Nou, dat is het omhulsel waar ik al 66 jaar in zit. En ik noem dat een emballage cadeau, omdat de natuur tamelijk goedgezind geweest is met mij eigenlijk. Maar die is volledig aan het afbrokkelen. En wat er nu naar boven komt, is de inhoud, mijn ik zonder franjes. En eerlijk gezegd, dat is heel fascinerend. Hoezo? Goh, ik denk dat iedereen in zijn leven op zoek is naar zichzelf.
En het is, bij mij komt er een enorme rust door mij, door wat er met mij gebeurt, hoe raar het ook mag klinken. Ik ben niet meer bezig met franjes, met bijkomstigheden, met dingen die echt niet belangrijk zijn. Zoals, wat was dat dan vroeger? Goh, in zoveel beroepen komt er zoveel stress bij kijken. En meestal heeft dat te maken met bijkomstigheden die, als je meemaakt wat ik nu meemaak, of wat andere mensen die een heel zware kanker hebben, of die gewoon ja, andere dingen meemaken in hun leven, die hun leven volledig op hun kop zet, dan besef je dat er een aantal dingen zijn die je gewoon opzij kan laten. Hè. Mm-hmm. En in het begin krijg je dan die diagnose en dan denk je, ja, wat doet je daar nu mee? Want ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, om het even wat je meemaakt in je leven, maar echt om het even. Stel u altijd de vraag, wat doe ik ermee? En hoe kan ik hier beter uit worden of beter uitkomen? En ja, op het eerste zicht was er zo niet al te veel dat mij te binnen schoot waar ik daar nu beter kon van worden. En eigenlijk gebeurt dat wel. Dat is nu 7 maanden geleden dat ik de diagnose gekregen heb. En ja, ik word als mens rijker. Wat ik ook merk is dat ik, wat mij overkomt, echt het goede in mensen naar boven haalt. Mm-hmm. En dat is zo overweldigend, want de vriendschap en de liefde die op mij afkomt, is zo overweldigend. Ik kan niet ongelukkig zijn, dat kan niet, dat is onmogelijk. Nora Tilly, die neemt ons straks iets over 11 uur weer mee naar de Lazaruskapel in Rumst. Dat is een plek waar ze samen met haar vriendinnen jarenlang ging potten bakken. Maar sinds Nora de diagnose heeft gekregen van ALS, kan ze niet meer gaan bakken. En haar vriendinnen, haar kleivriendinnen, want zo noemt ze de dames daar, die zetten zich nu in voor de warmste week. Ze hebben de voorbije maanden enorm veel keramische potten gemaakt. En die worden verkocht samen met soep daarin, ten voordele van de ALS-liga. Hun actie trouwens, de warmste kom, zo heet ze de actie, wordt donderdagavond afgesloten op het binnenplein van het stadhuis in Mechelen. Ik zei het daar straks al, straks na 11 uur gaan we een kopje koffie drinken met Nora Tilly en heel lang praten. Nora heeft medisch gezien al heel wat watertjes doorzwommen. In de jaren 80 bijvoorbeeld kreeg ze in navolging van haar ouders kanker. Ik kreeg borstkanker en dan dacht ik, oké, mijn twee borsten gaan eraf en als alles weg is, begint er voor mij een nieuw leven. Want dat is wel een ander leven. Het leven voor borstkanker en het leven na borstkanker. Dat is een ander leven. Maar dat hoeft daarom niet slechter te zijn, in tegendeel misschien. In welk opzicht een ander leven? Een bewuster leven? Ook al bewuster, maar ook je bent de persoon die kanker gehad heeft. Ook voor de buitenwereld, en bedoel ik niet zozeer van dat de mensen daarover praten, dat niet, maar er wordt rekening mee gehouden. Ook professioneel heb ik dat heel erg aangevoeld. Ja? Ik denk wel dat dat daarmee te maken had, ja. Is het waar? Ja, eigenlijk is mijn carrière compleet gestopt na mijn borstkanker. Nog geen plannen voor de kerstvakantie? Wel, dan is misschien de film De Collega's 2.0 een aanrader, want die is afgelopen week in première gegaan. En een van de sterren in de originele versie van De Collega's is natuurlijk Nora Tilly. Nu, Nora heeft medisch gezien al een hele weg afgelegd. In april van dit jaar kreeg ze ook de diagnose van ALS. Hier in de Lazaruskapel in Rumst komen vrouwen samen om ja, potten te bakken. Dit hoort er voor jou niet meer bij. Hoe voel je je daarbij? Ik denk dat ik er nog nooit zo sterk bij gehoord heb als nu. En dat was van bij het begin. Het is natuurlijk, in februari was het de eerste keer dat ik merkte dat ik een pot, dat ik mijn klomp klei niet behoorlijk kon vasthouden. En dat ik hem ook niet kon kneden zoals het moest zijn. En dat ik tegen Bie zei, Bie, vandaag gaat het niet. Ik weet niet wat er mis is met mijn hand, maar mijn linkerhand, ja, die wou niet mee. En ik dacht nog, ja, dat komt van mijn rug of zo. En eens dat ik de diagnose gekregen heb, ging het al een poosje niet meer. Kon ik al een poosje niet meer naar de les komen. En ik voelde dat er een bom
ingeslagen was in de Lazaruskapel bij al mijn vriendinnen van de klein, die wisten bij God niet hoe ze daar moesten mee omgaan, die vroegen aan elkaar en onder elkaar zo van, kunnen wij haar nu eigenlijk wel bellen? Kunnen wij iets doen? Is dat wel goed? Wil ze dat wel? En er was zo een onmacht en zo een drempel. Mm-hmm. En ik merk dat bij veel mensen, ik neem het ook absoluut niet kwalijk verre van, maar ik herken het nu wel. En toen ben ik op een zekere dag, toen ik wist dat iedereen hier zat te draaien, ben ik er gewoon binnengekomen. En dat was een magisch moment, zeer emotioneel. Dus iedereen die hier aanwezig was, mijn vriendinnen van de klei, ja, de reageerde heel emotioneel, knuffelen, huilen, verdriet, maar het mocht. En het was ook goed. En ze zagen mij en het kreeg een plaats. Wat heb je het zo ontdekt, doordat je niet meer kon, ja, met klei omgaan? Ik heb het vroeger ontdekt dat er iets mis was met mijn benen, maar ik legde natuurlijk de link niet. En trouwens, ik kende ALS ook niet. Ik had er van gehoord, maar ik kende helemaal de symptomen niet. En ik ben het beginnen ondervinden in oktober, toen de trailer van de collega's opgenomen werd. En ik moest zo nogal doorstappen met een doos in mijn handen. En toen begon ik te merken van, dit gaat echt moeilijk. Ik moet mezelf daar toe forceren om door te stappen. En dat is altijd maar erger geworden. En mijn schoonbroer, die osteopaat is, die zei op een bepaald ogenblik, Nora, er is iets serieus mis met jouw manier van stappen. En ja, uiteindelijk ben ik bij een neuroloog terechtgekomen. Dan waren we al december. Die heeft mij niet kunnen helpen. Ook niet veel onderzoeken laten doen. En om tot de conclusie te komen dat ik eigenlijk heel gezond was. Want ik ben helemaal binnenste buiten gekeerd. Maar hoe meer uitslagen ik kreeg van dit is goed en dat is niet verkeerd en dat is ook goed, hoe meer dat ik in paniek raakte, want dan dacht ik, maar wat is er dan wel heel verkeerd? En er was inderdaad iets heel verkeerd. En in maart ben ik terechtgekomen in het UZ Leuven. En daar was binnen 2 weken de diagnose gesteld. Ja. En dat is dan een bom, denk ik, hè? Dat is een bom. Ja, dat is... dan denk je, dat kan niet. Dat kan nu echt niet. En, maar wat mij vooral in het begin frustreerde, was dat er gewoon geen enkele behandeling voor bestaat. Mm-hmm. Toch niet nu, in 2018 toch niet. Ja, want je bent al genezen van borstkanker. Ja. Was dat heel anders? Ja. Ik ben nooit bang geweest dat ik niet ging genezen van borstkanker. Ik kom uit een familie waar borstkanker heel veel voorkomt. Je mama is er ook aan gestorven. Ja, mijn mama ook. Verscheidene nichten van mij, ook van de jongere generatie, zijn er ook een paar overleden aan borstkanker. Ik kreeg borstkanker en dan dacht ik, Oké, mijn 2 borsten gaan eraf. En als alles weg is, begint er voor mij een nieuw leven. Ja. Ah, ze komen koffie brengen. Dat is altijd goed nieuws, denk ik. Ja. Laat ons even teruggaan naar het gesprek met Nora Tilly dat Anja met haar had. Nora Tilly is in Vlaanderen bekend als een van de collega's, maar Nora heeft veel meer gedaan dan acteren. In haar 20er jaren bijvoorbeeld had ze een café. En dat was een plek waar heel veel bekend volk over de vloer kwam. De Kneut heette dat en dat was met mijn toenmalige partner. En Wim de Kranen had zijn domicil bij ons. En die heeft aan mijn keukentafel Rosanne geschreven, onder andere. Wie ik daar toen leren kennen heb, van dag 1 eigenlijk. Ik was toen 21, want ik ben daar terechtgekomen met de magister Masius. Mm-hmm. En daar zat een jongen die toen 18 was. En waarvan ik niet wist dat de man van mijn leven ging worden.
Ja, de man waarmee ze twee kinderen heeft en die nu haar steun en toeverlaat is. Nora werd actrice, maar dat was blijkbaar niet haar kinderdroom. Dat vertelt ze dadelijk. Anja heeft deze week een afspraak met actrice Nora Tilley. In april kreeg zij de diagnose ALS. En samen zijn ze een koffie gaan drinken in de Lazaruskapel in Rumst. En wat dat precies is, die Lazaruskapel, dat legt Nora zelf uit. Dat is eigenlijk de plaats waar ik een aantal jaren geleden mijn eerste potjes gedraaid heb. Ja, dat is eigenlijk een speciaal oord geworden voor mij. Hoezo? Wel omdat van bij het begin viel het mij op dat er hier zo'n een heel serene sfeer hangt. Gewoon in dat gebouw alleen al. Het is echt een kapel, hè? Ja, het is een kapel, ja. En het is een bezienswaardigheid. Het is eigenlijk een heel mooie kapel ook. Maar toch ook onder de madammen, ook de madammen van de klei, alhoewel er een paar heren bij zijn, maar nu niet onmiddellijk in mijn groepje. Die sfeer die daar hangt is onmiddellijk een heel warme sfeer en dat valt iedereen op die hier voor de eerste keer binnenkomt. Mm. Dus dubbel, het gebouw en de mensen die er zitten eigenlijk. Ja. Ik zal eens een vraagje nemen voor jou. Ja. Wat zou je geworden zijn als je niet je huidige job zou uitoefenen? Dus als je geen actrice was geworden? Prima ballerina. Dat is een moeilijk woord om uit te spreken. Ja. Maar prima ballerina. Droomde je daarvan als kind? Nee, ik droom daar niet van. Dat was een vaststaand feit. Ik heb ooit eens een boek gekregen van mijn papa. En dat heette Cecilia kiest voor ballet. Dat was een meisje uit een zigeunerfamilie, uit een circusfamilie. Mm-hmm. En zij danste op een paard. Dus zij reed een paard en zij danste op dat paard. En in het begin wou ik eigenlijk danseres op een paard worden. Ik was toen denk ik een jaar of zes. En in die periode hadden wij eigenlijk al een televisie, wat vrij vroeg was. Hè. Dus dat was de periode van Schipper naast Mathilde en zo. Maar ik herinner mij nog heel goed dat ik op vrij jonge leeftijd, en ik weet niet hoe oud ik was, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, ik weet het niet. Zag ik een optreden van Margot Fontijn. En die danste De Stervende Zwaan uit het Zwanenmeer. Ja. En toen stond het voor mij vast, ik ging prima ballerina worden. En heb je balletles ooit gevolgd? Nee, dat was het probleem eigenlijk. maar ik deed dat op mijn eigen, hè. Dus wij woonden in Brussel en ik gaf voorstellingen aan de mensen die bij ons op bezoek kwamen, tantes of... En mijn broer en mijn zus waren 10 jaar ouder dan ik. En als er eens iemand kwam, dan zei hij, allee Nora, dans nog eens De Stervende Zwaan. En dan danste ik De Stervende Zwaan. Ik had geen balletles nodig. Maar zij lachte daar altijd mee. En dat heb ik nooit begrepen. Want voor mij was dat pure ernst. En toen ik een jaar of 15 was, denk ik, dan uiteindelijk werd ik zo... onhandelbaar, want ik wilde absoluut die droom waarmaken. En de tijd begon te dringen. En dan is mijn moeder met mij naar Jean Brabants gegaan van het Ballet van Vlaanderen. En die zei, ze is te oud. Ja. En dan ben ik heel rebels geweest. Heel rebels. En dat houdt in? Van school gegooid. Omdat ik, als ik ergens dwars kon zijn, was ik dwars. En mijn droom lag aan diggelen. Ik had ook geen... dat was iets dat voor mij... Mijn leven was gewoon op dat moment... Dat had geen zinnen meer. Op die leeftijd. Ja. Hè. Want heb je een opleiding gehad? Ja, ik ben naar studio geweest. Hè. Dus achteraf dan, na mijn humaniora. Maar in mijn laatste jaar moest ik naakt spelen. En dat was zo een paar maanden voor mijn eindexamen. En ik zei, no way. Maar ik kreeg de keuze. Ofwel mijn eindexamen doen en naakt spelen, ofwel niet. En dan ben ik weggegaan. En mijn collega... studenten die zeiden, Nora, kom terug en je mag terugkomen, want Von Scoris heeft gezegd, het is oké, ze mag terugkomen. En ik zei, nee, als ik het naakt moet doen, dan
dan doe ik het niet. En dan ben ik 3 jaar nadien, het laatste jaar, in het conservatorium van Gent gaan doen. Heb ik daar dan mijn diploma gehaald. Met de kleren aan? Met heel veel kleren aan. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar ik hoop het wel. Afgelopen week op Radio 2 is het druk maar lekker voor onze supporter Kim De Brie, want zij gaat overal soep proeven in het kader van de warmste week. En gisteren was ze voor de volgelingen nog in Mechelen, want daar vond het grote slot-event plaats van de warmste kom. Er werd soep verkocht ten voordele van de ALS-liga. En over die vreselijke ziekte praten we straks nog eens met Nora Tilly. Actrice Nora Tilly die kreeg in april de diagnose ALS. En ondanks het feit dat haar lichaam het stilletjes aan laat afweten, gaat Nora ongelooflijk sterk om met die ziekte. Ze vertelt zo meteen dat de cirkel rond is, dat ze het scenario van haar verdere leven kent. En daarom wil ze de tijd die haar rest op een zo positief mogelijke manier doorbrengen. En vooral dan met haar familie, met haar kinderen. Ik heb een gezegd van, we gaan praten zolang het kan. Als jullie dingen willen weten of vragen, doe het nu, want ik kan niet meer schrijven. Dus ik heb altijd heel veel geschreven. En normaal gezien zou ik nu echt heel veel schrijven naar mijn kinderen toe, voor later. Maar dat kan ik niet meer. En uiteindelijk zijn we daarmee bezig. Nora Tilly, ze neemt ons deze week mee naar de Lazaruskapel in Rumst, een plek waar ze jarenlang is gaan pottenbakken. In april is de diagnose ALS vastgesteld bij Nora, dus pottenbakken is fysiek niet meer mogelijk. Maar voor Nora is het nog altijd wel een plek waar ze heel veel warmte ervaart. En daarom wilde ze graag daar afspreken voor een babbel over het leven, maar ook over het einde daarvan. Jij hebt hier je eigen plekje? Ik heb mijn eigen plekje, ja. In het hoekje, op mijn eigen aanvraag, want ik zit graag in een hoekje. Ja. En heb je al veel gemaakt eigenlijk? Ja, toch wel. Eigenlijk was het de bedoeling in het begin van kopjes te maken. Mm-hmm. En dan bedoel ik hoofdjes. Maar ik ben hier begonnen met potjes en dat is in feite door een vriendin gekomen die een tentoonstelling hield en ik ging daar naartoe, een jaar of 5 geleden denk ik. En ik wou iets kopen van haar, ik wou een overschotel kopen en ze zei toen tegen mij, nee, je moet dat niet kopen, maak dat zelf. Ik dacht, ja, duh, maak dat zelf. Ja, je moet daarmee beginnen, ik ga dat heel leuk vinden. En zo ben ik hier terecht gekomen eigenlijk. Wat zou je anders doen nu je weet wat je weet? Niks. Ik heb zo het gevoel dat de cirkel min of meer rond is. Dus, Hoezo? Ja, ik weet, mijn ziekte is, ik ben palliatief. Dat is zo. En de vraag is alleen hoe lang. Ik sta daar niet bij stil bij die vraag, omdat dat ook niet de minste zin heeft. Maar er is een rust over mij gekomen, dus ik heb dat geplaatst en aanvaard. Het enige dat voor mij heel belangrijk is, ik wil een mooi verhaal schrijven. Vooral mooi voor mijn kinderen en voor mijn echtgenoot. En ik wil ook, als het ogenblik er is, dat er een heel positief gevoel over blijft. Ondanks gemis en verdriet, want ja, dat zal er zeker zijn, maar daar zijn we nu nog niet, dus ik hoop dat ik nog even tijd krijg om een aantal dingen uit te praten met mijn kinderen, zodanig dat ze daar, ik wou zeggen, op voorbereid, maar dat ben je eigenlijk nooit, maar toch gewapend. Je kan je daar ook niet tegen wapenen, denk ik. Nee, maar ik kan wel een harnas meegeven. Ze hebben zich kies te weren, hè, Nora? Ja, maar nee, het is, weet je, ik vind, dat is het positieve. Ik kan dat, ik ben in de gelegenheid om dat te doen. En ik ken mijn scenario. Ik ben de regisseur. Heb je daar schrik van die laatste momenten? Ik ben niet bang om te sterven. Ik ben niet bang om te verdwijnen, om in slaap te vallen, of hoe je het ook noemt. Ik ben onzeker over de laatste minuut. En niet bang in de zin van bang voor mezelf, maar een beetje bang voor de emoties. Rondom je. Ja. En in jou misschien ook wel. Wel ja. Het loslaten eigenlijk. Ja. Ja.
Ja, en dat is, ik denk dat dat het moeilijkste gaat zijn, loslaten. Maar ik denk, als het zover is, dan zal het zover zijn. Ga je naar de hemel? Dat is nu een vraag die ik mezelf niet stel. Voor mij is het in slaap vallen. Mijn denken stopt daar. Mensen uit jouw familie of vrienden die gestorven zijn, die zijn ook niet ergens voor jou? Die zitten in mij, hè. Die zitten onder mijn huid. En ik heb al tegen mijn kleindochter gezegd ook van, ik blijf in jou zitten hoor. En ik, ja, en mijn kinderen ook, ik blijf er gewoon. Mm. En daar moeten ze dan verder mee. Hoe oud zijn de kleinkinderen? 13, 9, 7 en 7. En praat je er met hen ook over? Ik zelf niet. Als ze vragen stellen, wel. Maar tot hiertoe hebben ze dat nog niet echt gedaan. Alleen de jongste, die kijkt mij op een heel andere manier dan de andere. En die snapt het. De eigenaardige is dat die een jaar geleden, out of the blue, maar Louise is iemand die niet veel zegt. En, maar die kan zo kijken met ogen die dwars door, dwars door je ziel gaan. En die zei, Nona, want ze noemen mij Nona, ik wou dat jij heilig was. En ik dacht, allee, wat zegt ze nu? En ik dacht, waarom? Dan ga jij niet dood. De madame. That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is, I don't know.
Wegvliegen als een vogeltje, waarheen weet ze niet, Nelly Furtado. Spring maar achterop bij me. Gers Pardoel komt in maart opnieuw naar Antwerpen. We gaan er samen weg. In de Lotto Arena brengt hij zijn show Vuurwerk met al zijn grootste hits. En veel, heel veel ambiance. Kom op. Gers Pardoel, op zaterdag 23 maart. Ik denk de hele dag aan Louise. Tickets en info via lottoarena.be. Louise. Samen met Dag Allemaal, het laatste nieuws en Radio 2. Maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die vijf Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en oh zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trein, skip die trein. Dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen. Onderweg stelde ik wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren. Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl. Je lijkt een vrouwelijke Gertie wel. En de volgende morgen was niet te geloven. Die chick die was weg en had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen. Maar eindstand had ze mijn fiets gestolen. Spring maar achterop bij mij.